nodig. Alleen, De Vluchtelingen, het heeft wel, om positief te blijven, het heeft wel het allerleukste filmpje in mijn hele leven opgeleverd. En dat is Dikke BMW, mevrouw. Omdat dat echt... Ja, het is echt waar, sorry. Maar het is gewoon, of je nou voor of tegen vluchtelingen bent, of links of rechts, je moet het helemaal loszien van de hele discussie. Het gaat gewoon over een vrij forse vrouw die met de dikke ik zo voor een BMW gaat staan. En dan van cool naar niet cool gaat in ongeveer 1 seconde. Nou, dat is het coolste wat ik ooit heb gezien. Het is gewoon, dikke BMW, jongen. Die buik blijft voor ons leven op ons netvlies gebrand gewoon. Ik zag ook heel veel vluchtelingen in het buitenland denken van, nou, geen lekkere wijf in Nederland, maar wel altijd iets te knabbelen daar in ieder geval. Holy shit, zeg. En ik had laatst dit verteld. En op een gegeven moment komt naar de show, komt zo'n gast op me af en hij zo, wat dan, ben jij een echte Nederlander als je dat soort dingen zegt? Ben jij een echte Nederlander? En ik schrok gewoon, weet ik veel. Wow, ja. Yeah. En ik ben ook niet echt een Nederlander natuurlijk. Mijn moeder is half Japans, dus ja. Weet je, ze heet Ans, dus ja. Snapt je hem? Ja. Goed zo. Ik ga helemaal voor jouw lach vanavond vragen. Heel erg belangrijk is dat ding. Maar goed, dikke BMW, mevrouw. En ik had met haar te doen. En dat meen ik echt serieus. Omdat, nogmaals, of je nou voor of tegen vluchtelingen... Ze komt uit een heel klein dorpje, Oranje. Er wonen 150 mensen. En zij vingen al gewoon 700 mensen vingen zij al op. En dat is ontzettend veel. Zeker voor 150 man is dat ontzettend veel vluchtelingen zijn. En ze zei op een gegeven moment ook van... 700, dat kon net. En het klonk een klein beetje alsof ze zei van, die kun je net negeren. Zo klonk het een klein beetje, weet je wel. Want als je er niet op let, je kijkt gewoon de hele tijd naar boven en je gaat naar de bakker, dan zie je ze net niet, weet je wel. Zo 2 croissantjes, dankjewel, zo in het tasje en dan zo weer terug, weet je wel. Zo, ik heb ze net niet gezien, zo klonk het een beetje. Maar ik kan het me gewoon heel goed voorstellen, want ze wilden er gewoon 700 bij gooien in Oranje. 700 erbij, dan zit je op 1400 vluchtelingen op 150 mensen. En dat kan gewoon niet. Ik bedoel, met 150 man is 1400 sowieso van alles is al te veel. Weet je, ik bedoel, 1400 koelkasten zal te veel zijn. Ik bedoel, 1400 hamsters. Weet je, alles. Ik bedoel, nou ja, 1400 hamsters lijkt me ook wel erg kut. Ja, dat je overdag denkt van, ze zijn helemaal niet, helemaal geen last van. En s'nachts, fucking hamsters! Weet je wel? 1400 is gewoon te veel, zeker voor een dorp van 150 man. Je kunt het een beetje vergelijken met pannenkoeken, weet je wel. Als je gewoon, je bent met 150 man en je hebt 700 pannenkoeken, ongeveer 4,5 pannenkoek, de man, en that's it. Meer kun je gewoon niet hebben, weet je. De eerste pannenkoek gaat altijd heel goed, de tweede pannenkoek, wow, wordt al iets minder. Dus je denkt, oh, ik dacht dat ik meer kon. De derde pannenkoek, en nog even een half uurtje later pak je nog die vierde. En dan nog een kwartiertje later pak je nog die halve. En dan zit je helemaal, tot hier zit je met de pannenkoeken, weet je wel. Op een gegeven moment krijg je ook zo'n beetje zo, en dan zo'n klein flapje zo terug je keel in komt. Zo met melk erachteraan. Maar moet je voorstellen, 1400. 9 pannenkoeken de man, joh. Dat kotst je alle kanten op gewoon, snap je? Dus ik vind het fijn dat ze niet nog meer vluchtelingen erbij krijgen. Ze doen al heel goed werk. En dus Oranje heeft gewonnen. En dat is ook wel eens fijn. Een Oranje dat wel weet te winnen wanneer het moet. Ja, absoluut.